helemaal op, hè? Maals 36.
Kuppes 37, Schuurmans 38, Van Laar 39, Rogiers 40, Soutijn 41, Vragen 42, Valijn 43, Koemans 44, 45, Kuppes 46, Vergeer 47, De Smet 48, Dujin 49, Maas 50, Van Akker 51. En dan 60, Zagloos en 61. Oh, dus dat denk ik dat ze ook weer zo zeggen. Ik hoop dat we ze allemaal wel gehad hebben ondertussen. Die ook KV 7 op de pak kan krijgen. Nee, KV 7 nog niet beschikbaar. Hier. Maar goed, dan hebben we toch na KV 6 de uitslagen al. We gaan ons concentreren op het wedstrijdgebeuren. Allemaal wagens die al een bepaalde ouderdom hebben. Die mensen rijden dus niet helemaal volgens de andere dis of de andere divisies. In de regularity komt het erop aan om aan een gemiddelde snelheid te rijden. Niet stempel, de controle passeren, wordt een stempel op het papier gezet. En is er ook nog een geheime tijdscontrole. Let maar op. Patrick Rendoor. Maar dat is ondertussen ook al veel jaren geleden. Dus Patrick Rendoor in de Triumph TR7. Een Triumph TR7. Een V8. Motor zit erin. Philippe de Planke. En onderzet voor 11. Mario Leijs met Dimitri van Rijkel in de open Manta. Een open mooie wagens. De Volvo zien we eraan komen. Onderzet nummer 12 is dat de Volvo 242 van Ronnie Mols met Nancy Thijs als co-piloot in deze Volvo 242. En de Volvo 242 van de Vietak. Zagen we daar passeren onder het startnummer 16. We hebben het al gezegd, aan het stuur van deze Peugeot 505 Turbo uit de bouwjaar 1983. Hebben we Inge Rackham, en als... Niet alleen in het regularity rijden, maar ook in het rittersport gebeuren zijn ze al. Hebben we de Volkswagen Golf GT. De Volkswagen Golf GT van de bouwjaar 1984 met als piloot Jeroen Dirks en als co-piloot Kevin Kuff. Na de regularities die nu aan het werk zijn, krijgen we de divisie 4. We hebben de wagen onderstaat nummer R13. Dat is de BMW 320 van bouwjaar. Mensen die ook in de top van het kampioenschap staan, die komen hier vandaag aan de start. Dus het is voor die mannen de bedoeling van goede punten te scoren. Onder start nummer R18 hebben we Patrick en Arie Meers. Patrick en Arie Meers in de Fortiera. Die hebben hier nog deelgenomen in 2008, toen werden ze nog tiende. De doortocht terug van de wagen R15. Dat is Philippe de... tegen, dat straks was het eventjes iets minder. Maar goed, dus straks was het echt warm zelfs, dan hebben we R19. Ja, dat was Wouter zeker, want die stond... Ja, we hebben hier de doortocht terug van Inge Rackham. Inge Rackham met als koopplot... En dan zitten we bij de divisie 4 wagens. De 17, Jeroen Dirks met Kevin Kussen. Dat is
We hebben nog geen tijd. Nog deel genomen in 2011. We declareren dus vanaf voor de laatste maal. Dat is ja terug de doorkoop van wagen nummer 3. Wagen nummer 3. We staan op een 9e plaats gestart. In de Subaru Impreza. Want we in 2007 vinden we ook nog terug